Ik ben dus bang dat binnenkort hier iemand voor zijn flikker wordt gereden. Omdat het zo donker is en sommige mensen toch best wel hard rijden op een weggetje waar je niet zo hard zou moeten rijden. En Bart van Vuren is niet de enige die hier bij Sportpark Drieburg een onveilig gevoel krijgt. Nu de straatverlichting al 5 weken niet werkt, zijn er veel mensen bezorgd. Ik vind het gewoon te eng. Er is hier helemaal niemand. En het is gewoon te donker. En als ik zeg maar in gevaar zou zijn, dan is de enige mogelijkheid voor mij om in het water te springen. Niet heel prettig, omdat het gewoon best wel stil is en er niet echt iemand om je heen is als er wat gebeurt. En het is niet één klein stukje, het is een hele lange straat. En je ziet ook eigenlijk, het kan ook glad zijn. Je ziet ook niet, als je geen goede fietsverlichting hebt, dan zie je ook niet wat er voor je. Het is echt pikdonker. Door heel Sportpark Drieburg is er geen werkende straatverlichting te zien. Na klachten van de voetbalclubs kwam vanuit de gemeente deze reactie. Ze weten wel dat het te maken heeft met een storing. Maar er is dus geen capaciteit om bij Liander, geeft de gemeente aan, om dit op te lossen. Er gebeurt dus niks. En nu het steeds vroeger donker wordt, groeit het gevoel van onveiligheid. Er is al een jeugdlid van ons beroofd hier. Afgelopen week, er zijn al verschillende auto's zijn opengebroken. Jongens van mijn leeftijd of zelfs ouder die bij auto's lopen te, lachgas, roken. Als wij een balletje over het hek trappen, dan is die ook verdwenen. Groepen jongeren rondhangen die kinderen intimideren, beroven. Voor de veiligheid is het gewoon belangrijk dat die lichten weer aangaan. Na vragen van AT5 lijken de gemeente en netbeheerder Liander toch haast te willen maken. In samenspraak met Liander hebben we besloten dat het oplossen van deze storing prioriteit krijgt op andere storingen. Omdat het hier gaat om een kapotte kabel, kunnen we geen tijdelijke lampen neerzetten. We hopen de kabel zo snel mogelijk te vervangen, zodat de straatverlichting het weer doet. In de tussentijd nemen de voetbalclubs het heft in eigen hand. We adviseren ook onze jeugd nu om samen naar huis te fietsen, niet alleen te gaan. We rijden dus mee om licht te maken, maar het is van de zotte dat het moet gebeuren.